mishandeling, Da Costa College. Slachtoffer geïdentificeerd als Esme Smit. Ambulance onderweg. Het slachtoffer is een docenten maatschappijleer, Esme Smit. Zij is vanochtend hier op het toilet aangetroffen door Bart Noordijk, de klusjesman van de school. Bart Noordijk die haar vond, die heeft natuurlijk meteen 112 gebeld en zelf ook eerste hulp verleend. Goedemorgen. Hi. Hey. Het slachtoffer is bij mij bekend. Oh. Ze heeft afgelopen maand 3 keer melding gedaan van een onbekende stalker. Ze zei dat hij haar belde, berichtjes stuurde en postte op een blog die zij bijhield. Homofobe berichtjes over haar. Over wie dat gaat? Ze vermoedde dat het ene Bart Noordijk was. Hij werkt hier ook op school. Hij heeft 8 jaar in de cel gezeten voor doodslag. Ze vond het niks dat hij hier op school kwam werken. En dat stak ze niet onder stoel of bank. Hey, goedemorgen, u bent de rector. Hoe gaat het nu met Esme? Ze wordt op dit moment geopereerd, dus het is afwachten. Bart en Esme, wat valt daarover te vertellen? Bart heeft Esme verbaal geïntimideerd en bedreigd. En nou ja, dat was ook het moment dat ik tegen Bart heb gezegd dat hij hier niet meer welkom is. Dus vanaf volgende week werkt hij hier ook niet meer. Hij is ontslagen? Ja. Of het is niet verlengd, hij werkt hier 1,5 jaar. Hij werkt hier 1,5 jaar. Ja. Wat deed je vanmorgen op school? Mijn gereedschap halen. Laat je altijd staan? Ja. Oké, wat gebeurde er toen? Ik moest wat afmaken in de wc. Toen liep ik naar binnen en toen lag ze daar. Toen heb ik eerst de hulp verleend. En daarna heb ik 112 gebeld. Dat is de reden dat je onder het bloed zat? Dat lijkt me nogal logisch. Vind je niet? Hoe is jouw verstandhouding met Esme? Die was niet zo goed. Hoezo niet? Omdat ze vond dat ik daar niks te zoeken had. In ieder geval niet op die school. Hadden jullie daar wel eens ruzie over? Ja. Openlijk? Ja. Ze had een relatie met een vrouw. Wat vind je daarvan? Dat interesseert me geen reet. Nee? Nee. Ik heb er geen mening over. Nee. Dan mevrouw. Ik ben Suzanne Vlaanderen. Ik leid dit onderzoek. Ik begrijp dat u de partner bent van het slachtoffer. Ja. Kan ik een auto voor u regelen, zodat u naar het ziekenhuis wordt gebracht? Oh, dat hoeft niet. Ik breng dat wel eventjes. Oh, dat is heel vriendelijk. Goed. Goed. Dankjewel. Zijn jullie van de politie? Ja. Ik vroeg me af hoe het met Esme is en of we al meer weten over wat er precies gebeurd is. Nou, daar kunnen we geen mededelingen over doen. Kom maar hier staan eventjes. Oh. Jij bent leerling hier? Ja. Heb je iets gezien, misschien? Nee, dat niet. We zijn gewoon allemaal heel benieuwd wat er gebeurd is. Ze hield een blog bij, hè, Esme? Ja, dat klopt. Iedereen kon dat lezen? Ja, dat kon iedereen lezen. En er waren ook soms waarschijnlijk leerlingen van school die daar heel erg naar op gereageerd hebben. Heb je op je telefoon... Een linkje geweest die de hele school rond is gegaan. We zijn naar jezelf toe. Vind je het goed als mijn collega Jan het gegevens ook meteen even noteert? Dat is Mirjam Pasveer. Esme hield een blog bij. Ben je daarvan op de hoogte? Ja. De laatste maand zijn er nogal wat haatdragende berichten op verschenen. Ja, en? Weet je daarvan? Nee, ik weet er niks van. Ik vond het wel geestig. Hoezo? Luister, je moet begrijpen dat zij nogal van de regeltjes was. En bij meerdere mensen het bloed onder de nagels vandaan kon halen. Dus dat het nogal een regeltjesteef was, is zacht uitgedrukt. Regeltjesteef. Heb jij Esme de afgelopen maanden gestalkt en vanmorgen de kop ingeslagen? Nee, natuurlijk heb ik haar niet gestalkt en de kop ingeslagen. We hadden een conflict. Maar niets zo erg dat ik dit zou doen. Denk even na. En zoek bewijs, zou ik zeggen. En dan laat me anders gewoon gaan. Dit is een print van jouw schoen. Ja, ik klopt, zie het. Ja. En dit luister. Zijn afbeeldingen van Esme de wagen van Esme is de reden geweest dat ik ben ontslagen. Dus ja, heel erg stom. Ik ben boos geworden. Toen heb ik tegen de auto aangetrapt. Maar dit staat los van wat er vandaag gebeurd is. Wanneer ben je ontslagen? Ik ben gisteren ontslagen. Waarom was je dan op school vanmorgen? Omdat ik de rest van de week nog moest afmaken. Heb je een mobiele telefoon? Ja, natuurlijk heb ik een mobiele telefoon. Staat er geen een op je naam geregistreerd? Nee, dat klopt. Omdat het een prepaid is. Oh, maar... lekker anoniem, prepaid.
Bart, je bent aangehouden voor poging, doodslag en vernieling. Je hebt recht op een advocaat, je hoeft niks te zeggen. Snap je dat? Ja, ik snap. De toestand van de smeesmid is verslechterd. Ze wordt in een kunstmatige coma gehouden. Ja, als het komt te overlijden, dan wordt het natuurlijk doodslag. De bevestiging inderdaad van technische recherche dat die mobiele telefoon waarmee die teksten naar het blog van Esmee zijn gestuurd, al die vreselijke comments, dat is inderdaad dezelfde telefoon wat we al dachten als waarmee ze een aantal keren is gebeld. Ik had het onderzoek eerder willen uitvoeren, maar ik kreeg geen toestemming van Hogehand. Ja, had je beter je best moeten doen. Loop even mee. Je hebt gedaan wat je moest doen. Meer kon je niet doen. Je bent alle mogelijkheden langs gegaan. Je hebt het aangekaart en op een gegeven moment is het klaar. Ja, maar ze was zo duidelijk over die Bart. Ze dacht dat hij het was. Met de kennis van nu is het heel duidelijk. Toen werd er blijkbaar te veel getwijfeld. Nou, niet door jou, maar door anderen. Je moet niet de hele wereld op je schouders nemen. Jongens. De anonieme telefoontjes naar Esmee zijn gecheckt. Bart is niet te stalken. Bart is niet... Nee. Bewakingscamera bij de hoofdingang van de school. Nou, als het inderdaad die jonge jongen is die belde heeft verstuurd, dan begrijp ik ook waarom die berichten zo kinderachtig waren. Hij dacht dat hij slim was met zijn prepaid telefoon, maar als je op internet gaat, ben je er natuurlijk gewoon bij. Mag ik met een stil naar Ronald om te kijken of hij weet wie het is? Ja. Sorry dat ik stoor. We hebben elkaar eerder vanmorgen ontmoet. Zeker. We zijn bezig met onderzoek en we zouden graag willen weten wie deze leerling is. Dat is mijn stiefzoon Dylan. Weet u waar hij op dit moment is? Nee, geen idee. Ik hoop dat hij niet ook wat met de mishandeling te maken heeft. Nee, wacht even. Ik zit het allemaal te lezen. Tuurlijk, het is... smakeloos. Wat staat er nou? Nou, het is pornografie. Ik wil weten hoe je naakt bent. Kom je op me zitten. Ik zou jou wel eens willen doen. Vuile slet. Ja. Dat is hartstikke puberaal. Ja, nou. Nee, maar het is nogal, ik wil alleen maar zeggen, het is nogal een stap naar mishandeling. Ik sluit het niet uit, alleen... Nu gaan we misschien een tikje hard. Jongens, ik ga een huiszoeking regelen. Jullie gaan er vast naartoe. Is u iets opgevallen aan Dylan? Zijn gedrag de laatste tijd? Nou ja, het gaat in principe niet goed met Dylan. Dat is wel duidelijk. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij Esmee lastig valt en stalkt. Ik zie het gewoon niet voor me. Er zijn geen ernstige gebeurtenissen geweest in zijn leven. Jawel. Ja, nee, zeker. Het is eigenlijk heel moeilijk geweest het laatste jaar. Zijn moeder heeft nu iets meer dan een jaar geleden zelfmoord gepleegd. Mijn vrouw. En... ja, daardoor is hij wat meer teruggetrokken. Zal ook de puberteit zijn. Dat hij Esmee stalkt en lastig valt. Mogen we even op zijn kamer kijken? Ja, tuurlijk. Oh, blijft u maar hier. We doen het even zelf. Nou, bingo. Belgeschiedenis Esmee. Ja, duidelijk. En niet zo weinig ook. Nee. Boys, deze mag ook mee. Die desktop van Dylan, die is onderzocht. Het was inderdaad hij die al die smerige en homofobe berichten verzond naar Esmee. Die Dylan, die heeft zijn OV-pas gebruikt. Hij is uitgestapt bij de Tasmanstraat bushalte. Ja, ken ik. Go. Ik rijd. Je kan nergens heen. Wat is
sta stil! Je bent aangehouden op verdenking van stalking en poging tot moord. Laat me ik heb niks gedaan! Kom dicht! Je hoeft niets te zeggen. Je hebt recht op een advocaat. Begrijp je dat? Ik heb niks gedaan! Dylan, jouw advocaat is niet aanwezig tijdens dit verhoor. Maar je wordt ondersteund door je stiefvader Ronald. Je weet dat je niet tot antwoorden verplicht bent. Ja? Ja. Er liggen dus twee zaken tegen je. Het stalken en de poging tot doodslag. We gaan het eerst over het stalken hebben. Je vernederde haar. Publiekelijk. Ja. Waarom deed je dat? Je wou dat iedereen het las. Ja. Wat voor reden had het dat je dat deed? Ik was boos op haar. Waarom was je boos? In het begin was je helemaal niet boos. Toen je op een gegeven moment heel erg naar. Je ging haar uitschelden en iedereen moest het weten. Ja, ik was verliefd op haar. Heb je het haar verteld? Ja. Dat is best moeilijk, lijkt me. Om aan je lerares te vertellen dat je verliefd op haar bent. Hoe ging dat? Ik heb het gewoon gezegd. Omdat ik bijna zeker wist dat het wederzijds was. Maar dat was dus niet het geval. Toen moest ze lachen en toen zei ze dat dat niet kon en dat ze op vrouwen viel. Hoe kom je aan die schram op je gezicht? Ik ben geslagen. Wijs mee? Nee. Door wie ben je geslagen? Een paar jongens op mijn school. Waar was je vanmorgen? Thuis. Daarna op school. Heb je haar vanmorgen gezien? Nee. Weet je teken? Ja. Heb je vanmorgen je gereedschapskist nog gecontroleerd? Ja, toen ik binnenkwam, toen lag ze daar natuurlijk. Ik bedoel, ik heb mijn hele gereedschapskist niet gezien. Oké, wanneer heb je dat dan voor het laatst gedaan? Geen idee, elke keer als ik hem open doe. Wat zit er allemaal in zo'n kist? Een duimstok, een schroevendraaier, een Engelse sleutel, schroeven, spijkers. Een Engelse sleutel hoort er ook in te zitten. Er zit ook een Engelse sleutel in, ja. Die hebben we niet gevonden. Oké. Waar is je Engelse sleutel? Ik heb geen idee. Maar gisteren zat hij er nog in. Voor zover ik weet wel. Ja. Ik heb in de mailbox van Esmee gekeken. Ze had vandaag een afspraak met de raad van toezicht van de school. Maar die konden niet zeggen waar dat over ging, wat het onderwerp was van het gesprek. Want Esmee wilde dat blijkbaar niet over de telefoon zeggen. Liv, ik wil dat jij naar de partner van het slachtoffer, Liska Vermeulen, gaat. Die is in het ziekenhuis en probeer erachter te komen waar die afspraak over ging. Doe jij hetzelfde bij Ronald, de directeur van de school? Precies. Ja? Yes. Okay. Wil je ruilen? Liska, goedemorgen. Ik ben Liv Scholten van de politie Amsterdam. Oh, maar dan heeft Esmee vaker bij jou aangifte gedaan over Bart. Dat klopt, inderdaad. En heb je niks aan gedaan? Dat was jij? We hadden op dat moment niet genoeg reden om... Nee, maar ze heeft ongeveer 4-5 keer gebeld. En hebben jullie niks aan gedaan? Ik begrijp er niks van. Begrijp ik geen zak van, echt. Dylan Bosman, een leerling van de school, heeft bekend dat hij degene is die Esmee stalkte. Niet Bart. Hoe weten jullie dat? Ik bedoel... Hij heeft bekend. En Bart? Bart is nog steeds onderwerp van het onderzoek rondom de mishandeling van Esmee. Hoe gaat het? Ik vind het heel vervelend, maar ik zou je wat willen vragen. Was je op de hoogte dat Esmee een afspraak had met de Raad van Toezicht vanmorgen? Ja. Weet jij waar die afspraak over ging? Een docent had een relatie met een leerling. Weet je om wie het ging? Nee, dat zei ze niet. Dat liet ze niet los, uit principe. Zo, goedemorgen meneer Westra. Fijn dat u nog eventjes wilt blijven. Ja, prima. Ik heb een vraagje over, over Esmee. Ze had een afspraak vandaag met de Raad van Toezicht. Wist u daarvan? Nee, dat wist ik niet. Heeft u enig idee waar die afspraak over zou kunnen gaan? Eigenlijk niet, maar ik vermoed dat het te maken zou kunnen hebben met Bart Noordijk, de klusjesman. Want Bart was ontslagen door u? Ja. En waarom zou Esmee dan nog contact hebben met de Raad van Toezicht? Ik had dat Esmee nog niet verteld. Ze is naar de Raad van Toezicht gestapt. Ze heeft een afspraak gemaakt, ofwel vanwege Bart's verleden... Dat is wat Ronald zegt. Omdat er sprake is van een verhouding tussen een leerling en een leraar. Dat is een strafbaar feit. Ik denk dat als het over Bart zou gaan, zou ze dat wel tegen Liska zeggen. Waarom gaat ze dan niet gewoon naar de directeur? Dat snap ik niet. Waarom gaat ze niet naar Ronald?
Die directeur? Wat bedoel je? Als die directeur nou een verhouding heeft met een leerling? We hebben gesproken met de partner van Esmee, Liska. Ja. U kent haar wellicht. Zeker. En zij gaf aan dat het gesprek van Esmee zou gaan over een relatie die een docent van uw school had met een leerling. Weet u daar iets van? Nee. Er is niets bij u gemeld hierover? Nee, dat is echt een complete verrassing voor me. Oké, goed. Waar was u vanochtend om 8:30? Ik was vlak bij school. Ik stond met Liska te praten bij het hek. Met Liska? Ja. Dit is om 8:13 bij de ingang van school. Ja. Precies zoals het verhaal is. Je kunt hem toch even spreken, want hij heeft een bedrag van 2000 euro overgemaakt van zijn privérekening. De rekening van de klusjesman, Bart Noordijk. Meneer Westra, het volgende. Ja. U heeft een bedrag van 2000 euro overgemaakt op de rekening van Bart Noordijk. Ja, dat klopt. Wat is daarmee? Ik vroeg me af hoe dat zat. Dat was een vriendendienst. En zijn salaris was blijkbaar niet toereikend? Nee, blijkbaar. Dus hij vroeg me dat en ik zei, is prima. Dan okay. Stort hij dat straks terug. Ja. Als hij klaar is met werken en zijn loon ontvangt. Oké, helder. Ronald Westra heeft vorige week 2000 euro naar je overgemaakt. Chanteerde je Ronald? Ja, ik weet het. Ik heb Ronald een keer betrapt met een leerling. En ik heb hem daar op een zeker moment, toen we samen in de kroeg waren, heb ik hem daarmee geconfronteerd. En voor de rest heb ik me daar eigenlijk verder niet mee bemoeid. En de volgende dag stond dit op mijn rekening. Je hebt hem niet gechanteerd? Nee. Stom, dus ik heb het inderdaad gehouden. Maar ik had het misschien terug moeten storten. Met wie had Ronald een verhouding? Met Mirjam. Je had een goede verstandhouding, hè, met al je leerlingen? Ja, zeker. Oké. Okay. Ook verhoudingen? Pardon? Had je ook verhoudingen? Nee. Met leerlingen? Nee, natuurlijk niet. Denk eens goed na. Mirjam Pasveer? Nee. Er ligt een verklaring dat jij en Mirjam een verhouding hadden. Die overigens begon toen zij 17 was. Wat heb je daarop te zeggen? Zij aanbad mij. Ze deed er alles aan om mij te krijgen. En ik weet dat het onaanvaardbaar is en dat het niet mag en niet kan. Ze deed me denken aan mijn overleden vrouw. En ik had met mezelf afgesproken, 1 keer. En dan niet meer. Het was te laat. Mm-hmm. Ik viel voor daar. Ik vind het een heel ontroerend verhaal. En ik ga je aanhouden voor poging tot doodslag op Esmee Smit. Pardon? Je hebt recht om te zwijgen en je hebt recht op een advocaat. Snap je dit? Esmee was van plan om naar het Raad van Toezicht te gaan. Volgens mij zou dat jou niet zo goed uitkomen. Als duidelijk wordt dat jij zwijgeld hebt aangenomen. Ik bedoel, dan staat je vrijheid toch min of meer op het spel. Aangezien het een strafbaar feit is wat Ronald heeft gepleegd. Het meisje was 17 toen de relatie begon. Dat is strafbaar. Volgens mij weet je wel wat strafbaar is. Ik weet niet waar je mee bezig bent. Maar op deze manier maak je levens kapot van mensen die dat niet verdienen. Weet je hoeveel levens jij kapot hebt gemaakt? In het verleden en misschien nu ook weer. Ik heb dit niet gedaan! En je loopt te zoeken op plekken waar niks te vinden valt! Ben je vanmorgen ook zo kwaad geworden? Het ziekenhuis heeft net gebeld. Het slachtoffer is overleden. Dus het is nu doodslag of moord. Vertrouw hem niet. Ik geloof hem niet. Oké, luister, ik vind het ook heel verstandig om die relatie tussen dat jonge meisje, die Mirjam en Ronald, om dat verder uit te zoeken. Maar op het moment kan ik hem niet langer vasthouden. Ik heb niet genoeg. En hetzelfde geldt voor Bart. Sorry, we hebben geen hard bewijs om hem te linken aan de dood van Esmee Smit. Ik moet hem laten gaan. We houden in de gaten, hè? Jij moet lekker zo doorgaan. Ja, want dan klaag ik je aan voor intimidatie.
Mirjam, heb jij een relatie met Ronald? Nee. Dat weet je zeker? Ja, ik voelde wel wat voor Ronald. Toen ik hem net leerde kennen, toen hadden we wel spanningen. En dat is wel, het heeft zich gewoon een beetje opgebouwd door de maanden heen. En ja, we hebben wel een verhouding gehad. En dat is nu voorbij? Ja. Was iemand op de hoogte van jullie relatie? Ja, Esmee. En hoe reageerde zij daarop? Toen heeft ze tegen mij gezegd, ik ga toch binnenkort naar de Raad van Toezicht. Om het alsnog te melden. En dat is natuurlijk gewoon een kutstreek, want ze zei dat ik er kon vertrouwen. Ik heb het informatie gegeven, maar vervolgens gaat ze er toch mee naar de leiding. Je snapt dat Ronald hiervoor vervolgd wordt. Hoezo? Er was helemaal geen sprake van dwang. We wilden het echt allebei. Nee, maar je bent minderjarig. Ja, maar nu ben ik toch 18. Dus je bent boos op Esmee? Ja. Esmee is zojuist overleden. Dood. Dat wil zeggen dat het nu om moord gaat. Weet je of Ronald haar nog heeft gezien? Nee. Ik heb geen idee. Ronald is niet de enige met een motief. Mirjam heeft er zichzelf ook eentje gegeven net. Ze was woedend op Esmee. Ze had uitgelegd dat ze een relatie heeft met Ronald en Esmee dreigde naar de Raad van Toezicht te gaan, dat wisten we. Maar toen Ronald erachter kwam, heeft hij het uitgemaakt. Het is een enorme mishandeling, fysieke mishandeling van Esmee. Zo'n meisje van net 18, die krijgt het toch helemaal niet van elkaar? Zo'n jonge volwassen vrouw, hoor. Ik wil net zeggen. Die kan echt wel slaan. Liv, heb jij één moment? Mirjam Pasveer loopt in de omgeving van die school op die auto af. Pakt iets uit de tas of ze doet iets met die tas. En let op, ze verschijnt weer en loopt weg. En even later duikt ze op die school, want daar hebben Suzanne en ik gesproken. Wat heeft ze dan achter die auto zitten doen? Dit is die loods. Ja. Zie je? En ja, oké, als dat dus de camera is... Dan heeft ze hier achter een auto gezeten. Hou je niet veel opties over, hè? Fuck the fuck. Yeah. Hemmes. Right. Met Liv? Hallo? Met Mirjam. Ik ben er even niet. Het is een voicemail van Mirjam. Sorry? Mirjam die probeerde mij net te bellen. Ze zei niets. Ja. Mirjam, die beveiligingscamera. Wat deed ze achter die wagen? Er zat een put. Dus het is Mirjam geweest die Esmee heeft neergeslagen. Ze heeft me net geprobeerd te bellen. Ze zei niks. Toen ik terugbelde kreeg ik gelijk de voicemail. Dankjewel. Denk je dat ze wilde bekennen? Wil jij de telefoon van Mirjam traceren? Ga ik inderdaad achteraan. Ja? Ik krijg nu te horen dat Bart beneden staat. Oké. Okay. Ik begon je al te missen. Ja, hey, dankjewel dat je me wil ontvangen. Luister eens. Ik heb een uur geleden ingelogd op het online prikbord van de school... waar leerlingen en leraren berichten achter kunnen laten als dingen veranderen. En ik was nieuwsgierig of iemand wat over mij gezegd had. En daar vond ik dit bericht. Mirjam, het spijt me verschrikkelijk, ook voor Liska. Dit had nooit mogen gebeuren. Na vandaag zal niemand meer last van me hebben. Hoe laat was dit? Het is vanmiddag gepost. Ik heb het zelf een uurtje geleden gezien. De telefoon van Mirjam is getraceerd. Het is in de buurt van het stenen hoofd aan het ei. Ja, oké, okay, dankjewel. Wat goed dat je naar ons toe bent gekomen. Dat zou geen makkelijke beslissing zijn geweest. Zal ik meegaan? Nee, nee, is niet nodig. Je kan naar huis, denk ik, gewoon. Dit is de plek waar haar telefoon is gelokaliseerd. Jas of sjaal? Ik weet bijna zeker dat Mirjam zoiets aan had vandaag. De bekentenis op het prikbord, het telefoontje en ja. Maar als ze zelfmoord wilde plegen, waarom zei ze dan niks? Ja. Ik bedoel, ze heeft niet gebeld zonder reden. Ja, ja. Oké, okay, bedankt. Er is een stoffelijk overschot van een jonge vrouw gevonden bij het steenhoofd.
Dus waarschijnlijk gaat het over Mirjam. Ga jij het Ronald vertellen? Ik ga die ouders inlichten. Ik ben bang dat ik slecht nieuws heb. We hebben het lichaam van Mirjam gevonden in het ei. Oh, erg. Ja. Ach, lieve Mirjam. Heb je iets hiervan zien aankomen? Of signalen gekregen dat je... Nou ja, het was natuurlijk wel een zwaarmoedig meisje. Mm-hmm. Toen ik onze relatie verbrak, toen dacht ik wel... Oh mijn god, waar gaat dit naartoe? Maar... Wij zullen natuurlijk haar familie inlichten. Ja. Ik moet naar school. Sorry, ik moet van alles regelen. Morgen gaat de school weer open. Nee. Klaar voor nu. Veel sterkte. Ja, dankjewel. Wat denk je? Het komt meneer allemaal wel heel goed uit. Als die affaire uit zou komen, dan zou hij zijn plek verliezen in het onderwijs. Ja, het zou Bart ook goed uitkomen als Mirjam opeens zou verdwijnen. Forensisch rapport is binnen. Ja? Ja, die patholoog heeft er onderzocht. En de verwondingen van Mirjam, die wijzen niet op zelfmoord. Ze heeft zichzelf verweerd. Kijk, hier de nagels zijn afgebroken. Ja, ja, en ze heeft bloeduitstortingen op haar hoofd en op haar armen. Het is geen zelfmoord. Iemand heeft haar in het water geduwd. Ze is vermoord. Doodslag, zeker moord. Luister, we zitten hier nu voor de derde keer. Ik begrijp niet zo goed waar we nog naartoe moeten hiermee. Heb je meer een pas weer in het water geduwd? In het water geduwd? Bij het stenen hoofd? Daar woon je in de buurt, toch? Waarschijnlijk weet je dat daar geen camera's hangen. Waar heb je het over? Mirjam Pasveer is dood. Weet je niks van? Waar was je vanmiddag? Bij een AA-meeting. Dat is wel toevallig, hè? Hoezo is dat toevallig? Mag niemand wat over zeggen, toch? Dat je daar bent. Is toch anoniem? Komt wel heel goed uit, hè, dat Mirjam is verdwenen. Hoezo? Dit is die Engelse sleutel waar je het over had? Ja, dat is mijn Engelse sleutel, ja. Jouw DNA is daarop aangetrokken. Ja, dat is niet zo raar, want het is mijn Engelse sleutel. Maar... Die heb ik elke dag in mijn hand. Dus tuurlijk zit mijn DNA erop. Zo. Moet ik nou jouw werk doen of kan je het zelf? Mirjam's DNA zat hier ook op. Ze heeft hem voor je weggemaakt. Heb je Mirjam het zwijgen opgelegd? Ik heb Esmee niet vermoord. Ja, en ik heb Mirjam ook niet vermoord. Ik ben geen moordenaar. Daar dachten de rechters 8 jaar geleden heel anders over. Dat is de grootste misstap in mijn leven. En dat is iets waar ik elke dag mee geconfronteerd word. En het is ook iets waar ik voor gestraft ben. Waar was je vanmiddag? Bij een AA-meeting. Ik denk dat hij de waarheid spreekt. Ja? Je gelooft hem? Ik moet zijn alibi nog checken. Hij zegt dat hij bij een AA-meeting was. Maar ik geloof hem, ja. Sorry, we hebben straatcamerabeelden van toen Mirjam jou belde. Kijk, hier staat ze dus. Zie je dat? Ja. Ze doet zijn nummer in. Maar ze komt niet, ze duwt het weg. Hij... Dit is dat moment. Hoe laat heeft ze dat berichtje gepost op die blog? Dat was tegen 16:45 pas. Bijna een half uur later. Ik wil dat de antecedenten van die Ronald worden nagetrokken. Het laatste telefoontje van Mirjam, hè? Nou, lief. Dat zou natuurlijk een bekentenis kunnen zijn geweest... maar het zou ook heel goed het telefoontje van iemand in doodsnood kunnen zijn geweest.
bij justitie. Niet bekend, maar let op. Ik leg Mirjam even naast zijn overleden vrouw Louise. Die lijken op elkaar, of niet? Weten we waaraan zij is gestorven? Zelfmoord. Gevonden in bad. En let op. 4 cases van vrouwen. Allemaal gestorven. Woonden in een straal van 5 kilometer bij Ronald vandaan. Allemaal afgeschreven op zelfmoord. Dit is een psychopaat. Ik wil dat hij onmiddellijk wordt aangehouden. Ik ga assistentie vragen en ik bel de officier. Tas bij zich, met daarin een bebloede trui. Hij ligt nu bij de technische recherche om te kijken of het bloed inderdaad van Esmee is. Dit is nadat hij haar hoofd had ingeslagen. Hij heeft de tijd gehad om zich te verkleden, zich te ontdoen van deze kleren. En hij komt hier mooi aanlopen om een nieuwe entree te maken. Hij weet dat hier maar 1 camera hangt aan de voorzijde. Hij had alle tijd. Oké, goed. Ze heeft me geprobeerd te bellen op dat moment. Mirjam was geobsedeerd door mij. Ze werd hysterisch. Ze stapte uit. Liep naar het water. Ik ben nog achterna gegaan, maar... het was te laat. Je was daarbij? Ja. Dat is wel een heel verdrietig verhaal. Ja. Het is niet helemaal waar, want wij hebben nou het bewijs... dat ze is geduwd. Ze heeft zich verzet. Ze is niet zelf gesprongen. Een trui gevonden. Het is jouw trui. Het bloed is van Esmee. Ja. Ik was het aanvankelijk niet van plan. Ja, ik was die ochtend via de achteringang binnengekomen. Om Esmee ervan te overtuigen dat ze niet met de Raad van Toezicht moest gaan praten over de relatie die ik met Mirjam had gehad. Ik weet eigenlijk niet precies wat er gebeurde. Er knapte iets. Ik pakte een stuk gereedschap en sloeg Esmee. Ze zakte door de knietjes. En nu is ze dus dood. Ja, ja. Sessa. Hoe is dat
stuk gereedschap bij Mirjam terechtgekomen. Nou ja. Ik heb haar gevraagd of ze die Engelse sleutel of ze die ergens in het water wilde gooien, maar... Stomme kut. Zelfs dat kon ze niet. Het is eigenlijk allemaal een beetje de eigen schuld. We zitten het zo voort. Hè? Mirjam. En je overleden vrouw Louise. Ja, zeker. Nou ja, Mirjam was een beetje een haasklus. Alhoewel. Bij Esme ging het allemaal nog sneller. Maar Louise. Lieve Louise. Schatje. Kan je nog een aantal foto's tonen? Femke. En Anna? Ja. Lisa? Lisa Verstappen? Nee, dat zegt me niks. Ik denk dat zij gewoon echt zelfmoord heeft gepleegd. Is jouw moeder? Is dit? Je moeder heeft zelfmoord gepleegd toen je 8 jaar was. Zo'n klein kind. Je bent nog klein hoor, als je 8 jaar bent. Oh, 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 oh! Assistentie! Ronald is verantwoordelijk voor de dood van je moeder. Ze heeft geen zelfmoord gepleegd. Ik ben al zo vaak verbaasd geweest. Maar wat we vandaag hebben gezien, dat is voor mij opnieuw. Je hebt het heel goed gedaan, hoor. Echt. Ik ook. Dank je wel. Slaap lekker. You too.